Het Utrechtse Kromme Rijnbad is afgeladen vol, want men wil UZSC landskampioen zien worden. Eén zege hebben de Utrechters nog nodig op het ravijn uit Nijverdal. En dan is de clean sweep een feit. Want het is een best of three en de Utrechters leiden met 2-0. De eerste wedstrijd won UZSC naar strafballen. En de tweede ging slechts met één doelpunt verschil naar de Utrechters. De ploegen zijn dus wat je noemt aan elkaar gewaagd. Een laatste pep talk. En de mannen van Willem Wouter Gerritsen kunnen geschiedenis gaan schrijven. En UZSC zit er meteen bovenop met de witte caps. Joep van der Besselaar krijgt alle ruimte van de wereld. En dan is het meteen al de eerste de beste aanval raak. De toon is gezet door UZSC. Aan de andere kant het ravijn. Met Rob Gottemaker. Zoekt. Vindt het eigenlijk. Is het van Kerritsen. Maar die stuit op Ruben Hoepelman. Een jongen uit een echte Utrechtse waterpolenfamilie. En sinds 2013 de vaste waarde in het doel van UZSC. Nu is het wel raak. Adam Saidi. 1-1. Van der Besselaar. Hoepelman. Spijker. Ja, en dan is het in één keer raak. Razendsnel. Het handelsmerk van UZSC. Je knipt het even met je ogen. En hij ligt erin. Pasco Jansen met de 2-1. Spijker. Naar Hoepelman. Het is inmiddels 2-2 en dit is de 3-2. Benjamin Hoepelman. Het broertje van keeper Ruben en vader Andy, die kon er ook wat van. Deed mee aan de Olympische Spelen van 1976. En Willem Wouter Gerritsen, die voelt dat het de goede kant uit gaat. Zeker als je ook dit geluk hebt, zeg. Het schot van Diallo treft de paal en dan blijft het 3-2. En Gerritsen zegt dat ze mannen van het doel af moeten spelen. Na één periode is het dan 4-2. In de tweede periode loopt UZSC langzaam weg naar 6-2. En dan in de derde periode ziet Roland Spijker dat men staat te slapen. En dan wordt het zelfs 7-2. Het ravijn is de weg dan helemaal kwijt. De ploeg uit Nijverdal probeert het wel. Maar telkens ligt Hoepelman in de weg. En als dat dan een keer niet het geval is, dan is het wel het aluminium. Aan de andere kant Spijker weer. 6 doelpunten zal hij uiteindelijk maken. Meer dan wie dan ook in de wedstrijd. En dan is het al 8-2. En zitten we in de laatste periode. Ja, wat kan er dan nog misgaan? 8-3, Ivar Schilstra. Maar het is gespeeld. De laatste time-out. Assistent Bart Pol mag het woord doen. Een paar jaar geleden lag hij zelf nog in het doel bij UZSC. En Spijker, daar is hij weer hoor. Deze mist hij zeker niet. Het is 9-4. Dan al voor UZSC in Utrecht. Weten ze dan dat hij binnen is? Ja, Gerritsen doet zijn schoenen vast uit. Ja, en dan weet je wat er gaat gebeuren straks. UZSC nog één keer in de aanval. Doet niet echt veel moeite meer. Het ravijn ook niet. Een overtreding nog. En dan gaan we aftellen. U mag meetellen. UZSC is landskampioen. Voor het eerst gaat de schaal naar Utrecht en zo vier je dat als je waterpoloot. Robin Vergalen legt het fundament en Willem Wouter Gerritsen zorgt voor de afwerking. Samen met de broertjes van de Besselaar, Bram en Joep. En natuurlijk Roland Spijker, wat was die belangrijk voor deze ploeg. Met die karrevracht aan doelpunten. En Ruben Hoepelman natuurlijk, die mogen we ook niet vergeten. Wat stond die te keepen weer zeg. In de armen van Gerritsen. En dan krijgt Roland Spijker de schaal van de directeur van NOC-NSF, André Bolhuis. Hij had hem graag uitgereikt aan Kampong, zijn oude club. Dat mocht niet zo zijn, maar dit zal hem ook deugd doen. Utrecht heeft weer een landskampioen. Thank you.
is de eerste prijs in de clubhistorie. Voor mijzelf ook de eerste prijs. Ja, super blij dat we hebben gewonnen. Niemand had verwacht, denk ik, van tevoren dat wij kampioen zouden worden. Dus des te mooier zijn deze overwinningen. We hebben voor de play-offs hebben we heel duidelijk met elkaar gezeten. We hebben gezegd, jongens, als wij echt die prijs willen pakken, dat kan alleen maar als we echt één geheel zijn. En ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven. Ik denk dat we een goed feestje gaan bouwen. Kom je echt rondvaart door de grachten? Ja, ja. Ben jij erbij? Ja, op de waterfiets. Ja, inderdaad, ja. Hoi, ik ben Willem-Wouter Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. UZTC zendt als enige in Nederland bijna iedere week live Eredivisie Waterpolo uit. Als je deze video nou leuk vond, vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wil je echt nooit meer een livestream event missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription box. Maar deze was goed, hè? Subscription box. Ja, dit kent toch niet, joh. Ik vind dit zo erg. Oké. Hij loopt nog steeds, hè? Floor. Oh nee. Als je dit gaat gebruiken voor bloopers, dan weet ik het te vinden. Even opnieuw. Als je deze video leuk vond, vergeet je de. Als je dit ooit ergens publiceert. Ze doen bloopers ook gewoon. Nee, normaal gaat het niet zo. Hoe dan? Ja, gewoon serieus. Zo. Actie. Ja, dan gaat het helemaal niet meer. Ik ben... Shit. Die volgende gebruiken we. Klaar.